Wij hebben zojuist het debat gehad, de innovatie in de hoogste versnelling. Dus het ging over innovatie en hoe verschillende disciplines bij elkaar komen en omgaan met innovatie. Het debat is heel belangrijk, omdat het maar weer eens aantoont dat de vastgoedsector niet vastgeroest is. Maar ook dat er van buiten de vastgoedsector hele innovatieve, hoogwaardige bedrijven zijn die interesse tonen in samenwerking met die vastgoedsector. En dat leidt weer tot hele andere business cases en business modellen. En dat intrigeert mij. We zijn in debat gegaan over iets wat eigenlijk voor het inschoppen ligt in Utrecht. We hebben aan de ene kant een hele mooie oude binnenstad. Aan de andere kant ligt er een enorme plak jaarbeurs die gaat transformeren tot een nieuwe binnenstad. Daar hoort eigenlijk niet meer bij dat je de auto voor de deur neer kan zetten. Kan ook eigenlijk niet meer. Ik vind het fantastisch dat BMW uitgerekend zegt, nou, we moeten eigenlijk maar wat minder auto's gaan verkopen. Dan kunnen jullie ze delen. Ja, BMW i heeft een autodeelconcept ontwikkeld met twee verschijningsvormen. De ene is Drive Now, dat wordt in steden toegepast. En het andere is Alpha City, dat is corporate car sharing. Waardoor we de gemiddelde bezettingsgraad van 8%, dat is de gemiddelde bezettingsgraad in Nederland van auto's, dat we die kunnen verhogen. Vastgoed en auto's, mobilien und immobilien. De Duitsers die hebben daar bijna hetzelfde woord voor. En steden zijn uiteindelijk vervoersknooppunten. Daar waar bewegingen bij elkaar kwamen en waar mensen wilden verblijven. Dus beweging en de stad, dat is een natuurlijk huwelijk en dat zal het ook altijd blijven. Augustus wordt er een project van 500 studentenwoningen opgeleverd. Er zitten 4 parkeerplekken bij. Dat zijn allemaal parkeerplekken waarbij SSH als verhuurder zegt, dat hoort bij ons autodeelproject. Juist die integratie, dat is het innovatieve en die bal ligt echt voor het inschieten. Kernpunt van het debat is denk ik toch businessmodel innovatie. Blijf niet hangen in je oude businessmodel. Dan ga je dingen lopen beschermen die uiteindelijk, als je het zelf niet doet, door concurrenten worden overgenomen. Dus ik denk dat concurrentiële voorsprong, dat in steden alleen te bereikbaar te maken is door middel van samenwerkingsmodellen met de juiste partners. En dat was de kern van het debat. Nou, ik denk dat de belangrijkste conclusie, zeker uw overeenkomst is dat we allemaal onderkennen dat veranderingen heel snel optreden. Dat we steeds snellere technologische veranderingen om ons heen zien. En die gaan ingrijpen in onze markten. En dat dwingt ons om daarmee om te gaan en daar een oplossing voor te hebben. We lijken nu nog heel erg gewend aan individueel bezit van een auto, dat we daar ook aan hechten. Maar we zien gewoon in binnensteden als Amsterdam en Utrecht dat dat helemaal niet meer zo is. En dat met name studenten en starters ook heel goed uit de voeten kunnen met een autodeelconcept. En daar ook voorkeur voor hebben, omdat het kosten bespaart. En voor het vastgoed zit er ook een gigantische besparing in, want als je minder gebouwde parkeerplaatsen moet maken, dan scheelt dat echt 40.000 euro per parkeerplaats en dat maakt ontzettend veel uit. Dus daar zit ook echt toekomst in.